Groot gaat weer met de stembus. 1 juni 1986. Nederlandse kiezers in het buitenland zoeken naar een stembus. 1 juni 1986. De Nederlandse kiezer kan de lijsten niet meer uit elkaar houden. Hij kan toch alleen maar rood inkleuren. 1 juni 1986. Nederlanders in het buitenland weten niet wat ze met het potlood aan moeten. Zij zijn rood vergeten. 1 juni 1986. De Nederlandse politiek is verdwaald in een mist van zure regen. Alle partijen staan midden op een kruising. De lijsttrekkers zoeken naar een nieuwe weg. Den Uyl, nog steeds in het zadel, durft zijn vinger niet meer op te heffen. Ed Nijpels, liberale hoop in ongeregelde dagen, durft zijn hand niet meer in het vuur te steken. Ruud Lubbers zwaait met zijn armen uit op verzoening met links en met rechts. En zo lijkt het er even op alsof de splinters ervan afvliegen. Maar in deze wereld van opgevoerde tegenstellingen, achter de coulissen van het politieke schijntoneel, bereiden de partijen zich voor op de grote stoelendans, want... Van onze parlementaire redacteur. Den Uyl wil wel met Nijpels, als Lubbers dan maar niet met Nijpels gaat. Terwijl Lubbers met Den Uyl hoeft, als het met Nijpels ook kan. Maar dat vindt Nijpels niet spannend, die zelfs wel met beide wil. Maar dat is te veel. Zo eerst Lubbers en dan Den Uyl en niemand die daar raad mee weet. Zoals Lubbers wikt en Nijpels weegt, waarop Den Uyl beschikt. Dat wij Lubbers zag die zojuist van Nijpels kwam, maar zonder familievrouw een kabinet met de een of de ander iets uitmaakt. Als Nijpels er stil blijft en Lubbers niet bijt, kan Den Uyl even blaffen. En dat duurt niet lang omdat Lubbers het been heeft en toch met Ed Nijpels erin springt. En toen was Den Uyl de lachende derde, maar zonder regering. Ze houden het vol. En zie daar, die Lubbers zijn hand op het hart met Ed Nijpels, die net weer terug op de stoel rechts uit de flank naar Den Uyl en naar Lubbers en plots er vandoor gaat, zodat Lubbers, Den Uyl en Ed Nijpels weer bij het begin en zonder einde erop of eronder een kabinet. De kiezer kijkt toe. Nu weet hij wel beter. Want links of rechts, de democratie heeft voor hem maar één gezicht. Den Haag. Het gezicht van de ambtenaar van sociale dienst. Het gezicht van de belastingbiljetten. Het gezicht van de man achter het loket van de persoonsregistratie. Het gezicht van zijn kind op de middenschool. 1 juli 1986. De Nederlandse kiezer in het buitenland weet van niets. En dat is zijn probleem. Opiniepeilingen zijn voor hem de beursberichten van Wall Street. Sociale premies, die kent hij niet. Of het moest zijn een mindering op zijn loon. Werkloosheid. Dat kent hij. Want waar moet hij heen met zijn vrije tijd? Probleem. En zo ontstaat er een nieuw electoraal verbond. Zij die het weten. En zij die van niets weten. Maar zij weten het niet. Als u naar de stembus gaat, wij staan u bij met raad en daad. Het is de kiezer, het is de kiezer zijn mandaat. En als u voor uw stem staat, zo zorg eens goed bij de raad. U bent die ene kandidaat, die kan op werkelijk in kwaad. Het rode proletariaat, het naaste ambtelijk kandidaat. Het ideaal dat niet bestaat, u pakt uw pen naar rijpe raad. Het zijn uw stemmen waar vandaag. Voor het land van middelmaat, van elke burger overdaad. Van veel gepraat, maar zonder daad. De kruisraket die er nu staat. En de abortus die in de staat. De vrouwen neemt, de mannen haat. Stem op de vakbond die niet kwaad. De honderd pauzes weer steeds baat. Het zijn uw stemmen.
Het zijn uw stemmen waar het om gaat. Het zijn uw stemmen waar het om gaat. Het zijn de lasten zonder maat, sociale vredes die u haalt. En het gevaar in de straat dat de politie niet weerstaat. Het zijn de dagdagraad dat zo moeilijk nog maar open staat. Voor elke Turkse kameraad, dan kies u ook niet voor jouw maat. Het zijn uw stemmen. Het zijn uw stemmen waar het om gaat. Die is in laatste en die in kerken opstaat. Voor een of andere democraat die als een werkelijkheid opstaat. Dus de woordjes pak de braad met een bedrijfspatriciaat. Zodat de winst hem niet ontgaat, dat zijn uw stemmen. Het zijn uw stemmen waar het om gaat, het zijn uw stemmen waar het om gaat. Socialisten voor de taal. Dan ben ik financieel gebaat in mijn belastingvrije staat. Wat interesseert mij in de staat? Het zijn de centen waar het om gaat. Het zijn de centen. Het zijn de centen waar het om gaat. En als u dan hier buiten staat, u bent voldaan, dan stem ik daad. U keurt het als uw delicaat voor het gewerkt.